vooral iemand met een sit-up over? Ja, dat doen wij niet over. Ja, hoe gaat het met jou? Jij bent beschoten. Ja. Drie, je bent elke dag weg, wordt gegeven. BTV, achterzijde woning. User joined your channel. Hij is zojuist uitgebreid al gefailleerd. User joined your channel. Hier kunnen we voetballen, hier buiten. Hebben we nog nooit gedaan, of ik in ieder geval niet. Hierboven zie je al een terrasje. Ja, officieel mogen we hier niet naar binnen rijden, is altijd de regel. Politie kan er niet zomaar naar binnen, maar ja, ik ben hier... ik mag er wel even. Staat 1 TS. Ja. We zullen hem maar even hier netjes zetten. De 2202, RT 2202 aan. Of toch niet, geef recht. Wilt u rijden, prio 1 met toestemming, assistentie collega bij de 2001? Het is op postcode 184, wordt op hem geschoten, over tactische westen aan. Wie is 2001? Dat is Max G. Over. Max G. Ja, onderweg tactische westen worden aangetrokken. Ja, 2202 uit. You were moved. User was moved to your channel. Microphone muted. Nee, sorry, ik was niet helemaal snel. Microphone activated. Heb je vest aan? Ja, ik heb vest aan. Het is wel een heftige melding zo. Ja. Is er al iemand met een sit-up over? Ja, dat doet nog één niet over. Ja, hoe gaat het met jou? Jij bent beschoten. Ja, ik kon net achter mijn voertuig duiken. Ik wilde in eerste instantie aankloppen bij een bewoner. Er was een melding binnenkomen over een mogelijke hacker. Ik had vriendelijk gevraagd of ik met de persoon mocht praten. Opeens hoorde ik dat hij een vuurwapen had. Dus ben ik gauw naar de auto gerold. Toen begon hij te schieten ook. En waar is hij nu? Ja, hij zou mogelijk in dat woningcentrum waar ik net was. Ik weet anders niet waar hij is ook. Oké, is deze hier al gekoppeld? Niet dat ik weet. Ik weet wel dat... onderweg zijn. Okay. Jij weet, dit is gewoon een deze indicatie, neem ik aan. Nou, op zich nog niet. Nee? Nee. Oké. Okay. Ja, let op je. Ik gok dat hij nog... Ja, wacht even. Maar er wordt nu live geschoten of hij is naar binnen gevlucht? Hij was in zijn woning en ik begreep dat hij vanuit zijn woning heeft geschoten en dat hij nu dus weer binnen zit. Ja, zo, dan is het wel een arrestatie-eenheid. Tweede schot, er wordt nog steeds geschoten. Maar het wordt wel handelen als natuurlijk. Hey, ik ben aan het passen. Het is best dat de groene bonen... Een kilometer verwijderd. Max, als ik was op mijn weg gaan. 2202 bent te plaatsen. Laat me door. Komt die, let op. Weg. Doorlopen. Wordt waar is die? In het huis of? Ja, groene huis. Groene woning. Ja, bij etenplaatsen. 6 liter rijdt deur op slot. Let maar even op hoor, jawel. Hij zit hier ergens in deze... het groene huis daarachter. Ja, groene. Ik ben even kijken welke huis... bedoel je? Hierboven, achter... die, die... ja, dit... achter deze garagebox ofzo. Er worden vanuit de woning geschoten. BE is daar, die gaat... Ik hoor je aan dubbel eetplaatsen. Ja, dat zou kunnen kloppen. Ik had mijn teamspeak nog aan. BE gaat nu naderen. Ik hou even hier de zijkant en de achterkant een beetje in de gaten. Voor het geval dat hij via de achterkant vlucht. User was moved out of your channel. Sta blijven op je knieën. Ja, op je knieën. Oh, achterzijde woning. Op je knieën.
Kijk even of een andere. Ja, voor B1 bij jou een woning of niet? Ja, hang je camera's, dus hij houdt ons in de gaten. Op knieën bij elke dag wegen wordt gegeven. BTV achterzijde woning. Op knieën. Ja, dacht, gezien. Alleen. Ik hou de woning in de gaten, collega. Iemand boeien. Microphone muted. Ik ga boeien. Ik ga boeien. Hey, omhoog hoor, die handen. Hey, handen omhoog houden. Welke verdachte wing wordt er geschoten, ja? Leg, kom maar boeien. Ik hoor een hond, ik hoor een hond. Welke verdachte wing wordt deze ingezet? Hebben we dat begrepen? Hey, op je knieën blijven nee, zitten, handen omhoog nee, houden, ja? Voor zijn van de woning komen gaan we... Verdachte getaste. Oh, 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 verder. Kinderknop was. Er zit een hond in die woning waarschijnlijk. Microphone activated. Ja, klopt. Microphone wie komt er even naar de voorzijde van de woning? Gaan we ja, ik, ja, ik kom naar voorzijde. Er zouden materiaal op die computer staan. Die microphone niet gecommuniceerd moeten worden. Hé, dat is even normaal. Kijk of we... Je wil op knieën blijven zitten. Blitje komt tevoorschijn. Als je tegenwerkt dan ligt het op de grond, ja? Oh, ja, is goed. Heb je dingen bij die je bij mag hebben? Ik zag niks. Ja. Heb je dingen bij die je bij mag hebben? Hier. Ik zag niks. Ja, ik zit er allemaal aan. Ik, okay. Ik ga je fouilleren, ja? Deze wapens bergen. Ja. Wat een kleren op die bureau, zeg. Jan Willem, ben jij een beetje handig met computers? Nou, net zoals jullie denk ik. Even kijken hoor. Kijk of hier heeft zo'n... Maar dit is iets voor high-tech, HTC. Oké. Okay. Nee, het komt niet. Die computers mogen niet uit. Veel wapen aangetroffen bij persoon. Kom in beslag genomen. Yes, kom die kant op. Ja, en vraag of... Microphone muted. Valt bij mij weg. Oh. Alsjeblieft. Kijk of ze heeft zo'n plaats. Aangetroffen linkerbroek. Zij die in beslag nemen. Kijk of de beelden nog ongedaan kunnen maken. Ik ga nou even verder. Oh nee. Moeten we ook even Ik denk dat je de meldkamer laten oproepen. Ik ga nou even verder voor je. Of ze wat verder kunnen kijken voor dit persoon. Volgens meldbedragen zijn mogelijk beeldmaterialen van bewakingscamera's van de melder die de melding heeft gemaakt. Okay. Neem jullie mee? Wat, ik ga even voor naar de auto en dan ga ik in de auto stoppen, heb je dat begrepen? En misschien kunnen we meer zien te vinden, want ga je meewerken, want je ligt zo op de grond, hoor. Op, van me. Ah, ik heb hem niet op zijn rechter geweest. Ja, nou, we slepen hem mee. Wie heeft dit gedaan? Kom, met je hond, je hoofd naar de grond. Wie mij gemeld heeft. En mij lopen. Zijn ze dit hoofd naar de grond? Maar ze zijn niet in het kanaal, Jan Willem, wij gaan transporteren. Oké. Okay. Ja, we hebben een team van technische boys nodig voor het inbeslagnemen van de digitale zooi. Microphone muted. Oké, kom maar. Kijk, als je in de bus staat, ga je meewerken of niet? Hé, hey, die voet ja, omlaag houden. Als je hem trapt, dan lig je echt op de grond. Kom. Oh, de grond. Ik denk dat je op de grond, ja? Computer, dat was niet slim. Lijkt hem gewoon plat op zijn buik. Let zijn, even kijken. Hey. Wat zeg je? Vijf computers in dit huis. Anders doe ik hem even achterin en ja. Verder zijn dit allemaal camerabewaking. Ja, ik draai even de bus. Hey, het was niet slim, pik wat je dat deed. Dat was niet slim, hè? Dat was een slimme actie van je. Inmiddels zes computers aan. Nee, loop, gaat lopen. Leg hem maar neer hoor, leg hem maar plat. Jouw gezicht. Microphone activated. Ik denk dat dit echt wel grootschalig mag worden, dat jongens even met grootschalig materialen mogen kopen. Gewoon alles even in beslag nemen denk ik. Ja, ze zijn onderweg. Ja, alles kan mee. En Willem, kom eens uit. Zeg maar. Ik zit al in de bus hoor, we moeten hem transporteren. Hij werkt een beetje tegen. Ja, kom maar. Blijf van me af, laat me gaan. Ik zweer, ik pak jullie allemaal. En ik begin met deze twee heren voorin. Ja, ik zou dat normaal blijven doen, dan zijn er acties voor jou, ja? Nee. Ga maar. Lukt het, collega? Yes. Hij heeft zijn rijbewijs nu, denk ik. Ayo! Hey, meneer, ik weet niet of mijn collega's net al verteld hebben, want ik doe het gewoon een beetje dubbel. U bent in ieder geval niet tot antwoorden verplicht.
En u mag een advocaat raadspreken. Yo. Raadplegen bedoel ik. Wilt u een advocaat? Hey, ja, wilt u een ja, eigen advocaat of niet? Maar ik heb er geen één. Wilt er een die wij dan regelen of zegt u het hoeft niet? Als jullie dat kunnen regelen voor me, graag. Ja, dat kunnen wij regelen. User left your channel. Dan zo richting bureau wordt u voorgeleid met hulp van justitie. Kunt u nog een vraag stellen en die gaat toetsen of de aanname correct is. Oké, okay, is goed. Mooi man. Hij ligt voor jouw beeld voor een plat op zijn buik. Hij was net aan het trappen namelijk. Ja, oké. Dan mag ik eindelijk terug in de stoel? Mag ik terug in de stoel? I'm not the one with the attitude. You're just on user joined your channel. 0502 zegt u mij. Hallo, mag ik terug in de stoel? Ik lig hier een beetje hard op de grond. Ja, dat heb jij zelf te danken. 0501 zegt u mij. Excuus, ik verstand 5-2, voor informatie OC. Een persoon aangehouden, vuurwapen aangetroffen, 2202, de transport richting HB. Technische jongens komen dit pand controleren, de fiets innemen. Pand is verzegeld ook. 2202 doet afhandeling van eenmaal AT en de rest gaat weer luisteren. Positief. Gehoord. Microphone activated. En nu had ik koppelkanaal met Daan. Wilt u dat weer? Ja, u mag mij daar naartoe zetten. Ook. User was moved out of your channel. User was moved out. Als je nou gewoon even blijft liggen, want voordat je weet verwond je jezelf. User was moved out of your channel. Ik maar. Ik wil gewoon op je stoel zitten. Jullie hebben niks voor niks stoelen hier achterin. De blaaskaart, ja. Sorry? Nee, ik had er geen probleem. Zijn er bijna. Ik zei dat hij heel mooi haar had. Ja, doe ook hoor. Dank u wel. 2202, ik hoor graag nader van u. Microphone activated. Bijna aankomst bij Cell Complex. Ja. Kun je hem ook in het water gooien? Dat kan zeker. Maar mag ik dat? Ja, ik kan wel zwemmen. Ik heb een A, B en C. Ja, met boeien om zal zwemmen niet makkelijk. Gaat wel met de boeien dan, hè, meneer? Oh, nou, liever zonder boeien dan. Of jullie moeten een band meegeven dat ik blijf drijven. Hé, ja, luister eens. We gaan jou dadelijk optillen, neerzetten. Ga je gewoon normaal meelopen of ga je weer lastig doen? Nee, ik loop wel gewoon normaal mee. Je loopt gewoon normaal mee, dat is mooi. Haal ik je nu uit het voertuig? Nee. Als je dat wilt. Zo. Au. Loopt hij echt aan? Ja, ik kan. Ik kan niet lopen. Kunt u wel. Makkelijk. User joined your channel. Hij is zojuist uitgebreid al gefailleerd. User joined your channel. Hier ben ik. Wel gefailleerd? Ja. Eens de eerste keer zijn. Ben je nog nooit geweest of wel? Dus kijken welke vraag is. Nee, zal nog twee nooit. Pakken. Maar ik zie daar een bordje staan dat u geen vuurwapen mee mag, meneer. Nee, maar die hebben we ook wel ingenomen. En de mijne? Ja, dat bedoel ik. Hey, luister eens, ik ga zo meteen je boeien afdoen. Je blijft gewoon met je gezicht naar de muur staan totdat ik die cel uit ben. Ja, doe je dat niet, dan lig je weer plat. Welke muur? Ja, gewoon recht voor je. Vier. Ja, recht voor je. Ja, dat is een hoek. Ik stel toch geen simpele of geen moeilijke vraag. Nee, dat is wel. Maar ze blijven staan tot ik weg ben, ja? Ja. Alleen u of ook uw collega's? Nee, gewoon iedereen. Niet zo eigenwijs doen. Ik ga nu weg. Ja. Zo. Dicht. Zullen wij eerst de vesten even uitdoen en dan alles gaan tikken? Ja. User left your channel. Dan zetten we meteen de bus even voor. Ah, dan ga ik Jan-Willem, ik zet even de bus snel op het terrein voor en dan kom ik naar binnen, ja? Ja, zie je zo, de vesten kunnen we tikken. User joined your channel.
2202 met aanvraagspraak, zegt hij. Ja, persoon afgeleverd bij hetzelfde complex. Wij zijn van status 1. We gaan even alles op papier zetten over. Ja, gehoord. 2202 weer blijft. User left your channel. User left your channel. User was moved out of your channel. You were moved. Wilt u rijden? Prio 1 met toestemming naar een auto te water in postcode 611. Ja. Echter zagen we de collega 2001, die rende achter een naakte man aan, dus hier gaan we even een kijkje bij nemen. Hallo. Wij zagen jullie toevallig te plaatsen komen, dus hier... Leus?